Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op. Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Leu. Tijdens de hanenzetting in Moeren genoten 16 haantjes van de Vrieskou. Anne de Klerk moet er even aan wennen, want ze is eigenlijk vinkenier. Toch is ze opgetogen over haar kennismaking en eerste stappen in de hanensport. Haar divis luidt. Vriendelijk zijn voor de dieren, zoals je vriendelijk bent voor de mensen. Goedemorgen, we zijn hier te Moeren in de Hanenzetting voor het Gewest. Ik ben Anne de Klerk, ik ben hier nieuw. Ik ben hier eigenlijk ja, nog niet lang toegekomen in het Gewest, in Moeren. Uh, ongeveer een goede maand of zo. Ja, ik heb uh, een keer uh, nagewezen. Uh, bij enkele cafés uh, om te zien welke mensen er hier aanwezig waren en hoe het was, hoe de sfeer was en allemaal. En tenslotte, ja, werd ik gevraagd om een keer de Hanenzetting te komen bekijken en ik was erg geïnteresseerd. Ik heb ook nu enkele Hanenzettingen getekend en ik vind dat heel leuk. Uh, dat is heel uh, goed, het is uh, gezellig, gezellige mensen om u heen. Uh, ja, wat heb je nog? Uh, je zit erbij, ja, je moet je niet haasten. De haan doet zijn werk, jij moet alleen maar tekenen. Of ik tenminste toch. Uh, het is heel rustig uh, om dat bezig te zijn, want de hanen, zij kraaien en jij tekent. Zoals uh, een vink eigenlijk zou doen, uh, ook van de vinkenzettingen. Uh, het is een beetje hetzelfde zoals een vinkenzetting, maar de gaan, die haan dikwijls uh, vlugger. Dan moet je ook vlugger tekenen. En dat is wel heel leuk, uh, dat moet ik wel zeggen. Ik ben echt geïnteresseerd, want ik ga het zeker verder doen. Ik ga mij ook deze, dit jaar inschrijven, zowel voor de Haneclub als voor de Vinkenzettingen. Uh, want ik heb het eigenlijk geleerd aan mijn papa Walter de Klerk. Uh, die is jammer genoeg 17 jaar geleden overleden. Die was wereldkampioen Vinkenzetten. Zo uh, so, dus ja, het zit in het bloed. Uh, ik hoop uh, dat iedereen. Dat eigenlijk uh, wel wens te doen, want het is een hele mooie sport. Uh, zowel de hanenzettingen als de vinkenzettingen. Een hele mooie sport. Uh, jammer genoeg wordt het niet herkend als sport van het jaar. Want uh, het is een hele, hele goede sport. Een hele leuke sport en een hele kalme sport. Uh, Daarom um, ja, zit je er ook eigenlijk bij... En ben je het heel gemakkelijk, maak je het zelf heel gemakkelijk. Daardoor uh, ja, ben ik erin geluisterd. Ja, maar ik doe het heel graag. Ik teken nu voor mensen die ik hier ken vanuit het uh, café. En voorlopig gaat dat heel heel goed. Het verschil tussen vinken en hanen is: de vinken zeggen siskwiet. Als ze wauw zeggen, is het een wal. Dus dan mogen je er volle van, van maken, zou ik zeggen. <laughs> ik ben kok van beroep, zo, dus uh, ja. Maar een haan kun je eigenlijk ook wel kok of van van maken, geen probleem. Uh, ja, maar uh, een haan gaat goed, maar een, ving, een haan gaat vleur Dus uh, als je de haan wilt tekenen, die gaat heel wat vlugger... En dat is ook leuker. Uh, je bent bezig, uh, je hebt geen tijd om eventueel je neus te snuiten als het uh, verriest of als het koud is. Je komt wel warm als je een beetje rondloopt, maar dan ja, heb je wel iemand uh, om je te vervangen, natuurlijk. Bij de vinkenzettingen is het zo dat je eigenlijk een half uur tot een uur ook moet zelf blijven zitten. Uh, je kan niet weg, dus er neemt niemand over. Uh, ik ben er eigenlijk ingevallen als kind. Uh, ik heb zelf vinken gezet vroeger als kind. Uh, tot aan mijn ja, 15-16 jaar. Dan ben ik uh, eigenlijk gestudeerd voor kok. En zo ja, ben ik toch blij dat ik nu eigenlijk uh, mijn, een sport terug kan uitoefenen uh, die gemakkelijk is. Doordat ik ook uh, heel geblesseerd ben en niet meer kan werken. Dat is voor mij een hele grote hobby geworden: hanen uh, zetten. En ook de toekomstige Vinkenzettingen, die starten in april terug. Uh, ben ik heel blij dat ik toch iets om handen heb. Waardoor ik in totaal anders niet meer kan werken. Uh, de Haan, dus. Uh het is een heel goede sport. Ik hoop dat er veel jonge mensen terug aan die sport beginnen. Want er zijn er niet veel voorlopig. Het zijn meer oudere mensen en ook gepensioneerde mensen die eraan bezig zijn. Ik hoop dat de sport toch heel hard en herkend zal worden door het West-Vlaams Gewest. En ook door het Belgisch kampioenschap. Want zoals de vinken zijn er ook wereldkampioenschappen. En ik hoop dat de hanen ook. Het wereldkampioenschap eens kunnen doen. Dat het echt wel herkend wordt. Want het is een hele, hele mooie sport. Uh, ik ben er nog maar in gestapt, maar ik doe het heel graag en ik vind het hartstikke leuk om de zondagmorgen niet uit te slapen, maar toch vroeg op te staan. Mijn uh, grootouders hadden eigenlijk een café, maar ook een boerderij. Dus uh, wij hadden kippen, hanen, heiten, konijnen, duiven. We uh, speelden ook met de duiven. Uh, dat was een sport van mijn onkel, die dat altijd deed. Uh, alleen, ja, schapen hadden wij ook. Wij hadden van alles, van dieren, alleen geen koeien en paarden. Maar uh, Waar mijn mama gewoond heeft en mijn papa gewoond heeft, was eigenlijk een ouderlijk huis van café. Vroeger in de jaren uh, ja, 60, 70, uh, waar dat ik geboren ben. Uh, mijn grootmoeder is jammer genoeg blind geworden. Ik heb ze nooit gekend, maar uh, mijn grootvader heb ik wel gekend. En die heeft mij eigenlijk van kinds af been geleerd hoe je met beesten moet omgaan. Dus dat je ze moet liefhebben, dat je ze moet verversen, proper zetten. Ook de hanen. De hanen moeten zeker en vast altijd koud water hebben. Want, en een vink ook. Want als ze geen koud water hebben, dan gaan ze ook niet fluiten. En ook niet kraaien. Dus uh, ja. Ik denk wel, en zeker goed uitkuisen en ontsmetten de bakken, want anders krijgen ze bacteriën en dan gaan ze dood. Dat is jammer genoeg. En als je zeker een haan verliest die vier, vijfduizend liedjes zingt, uh, dat is heel, heel jammer voor de mens die dat eigenlijk van bloed af kleins af gekweekt heeft. En zeker, ja, dat doet pijn. Dat is zoals een kind uh, dat je zelf baart. En. Dat is hetgene ja, waar je best mee omgaat. Dus vriendelijk zijn voor de dieren zoals je vriendelijk bent voor de mensen. En dat is een dierenliefhebberij.